dan is het ook de dag waarop Formule 1 held Max Verstappen dankzij Umberto Tan toch weer met beide benen op de grond staat. You don't drive. Yeah, I have. But you do drive. Like Formula 1. Yeah, yeah. No, I don't. You don't. No. You don't like Formula 1. No, who's been informing you of this? No. Can we do something for him, you think? I'm pretty sure we can, yeah. What can we do? I think we can invite him to a race. Invite Robbie to a race? Would you like that? I'm pretty sure he will like it. So, yeah, it would be cool if you could join us to a race. Do you know he doesn't have a driver's license? All right, I will drive him around in the car. Okay, Robbie. Yeah. We see you. Listen, okay. I'm sure he's a lovely man, but I don't know who he is. Auw, jij zit van harte te lachen ook hierom. Ja, het is natuurlijk eerst eens embarrassing dat je dat als redactie voorbereidt. Maar wat doet hij dat charmant, hè? Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat Formule 1 is wel een sport voor een echte duidelijke fanbase. Je bent met autoracen bezig of niet. En als het dat niet zo is, ja, dan is het ook eigenlijk niet zo raar. Maar jij bent, om dat even helder te krijgen, daar wel mee bezig. Ja, hè? Nee, ik heb ook een aantal jongens thuis zitten die Max Verstappen boven hun bed hebben hangen, hoor. Maar die zelf volgens mij Max Verstappen nog ontmoet hebben. Ja, die oudste die heeft hem heel even een handje mogen geven. Nou, dat maakt, Max Verstappen is gewoon voor de jeugd een held op dit moment in Nederland. Heeft alles veranderd. Vroeger kwam je binnen bij Boulevard en zei je, ah, Formule 1, ik heb weer zitten kijken. Dacht, nou, hartstikke goed, ik hing in de kroeg. Maar nu kijkt iedereen het. Ja, ik begreep dat er zelfs zo'n 800.000-900.000 mensen hadden gekeken afgelopen zondag. Had natuurlijk ook te maken met dat het 's avonds was. Doordat het daar de tijdsverschil. Ja, dat komt door Max. Ja, hij heeft het echt op de kaart gezet. Echt super. Robbie Williams, ben je fan van hem? Ja, wij hebben hem natuurlijk ook een keertje mogen interviewen. Ja, maar ik moet dan net doen of we elkaar die kennen. Nee. Ja, ik ben een heel groot fan van hem. Een leuke vent. Hij was heel eerlijk toen ook. Ja, hij heeft mij nog eens gezoend op mijn wang. Ik heb die wang nooit meer gewassen. Dat begin je een beetje te ruiken. Heeft nou Renate ook met hem een soort flink gehad? Nou, zij woonde een tijdje in Londen. En toen heeft ze hem al een paar keer ontmoet in een discotheek. En lucky for me is het daarbij gebleven. Want dan had ik waarschijnlijk nu niet met Renate geëindigd. Oké, heerlijk. Nou, dat, ja, en dan ja, toch een beetje een touch van Boulevard zo eventjes in dit programma.